Wat voor basketbal wil jij spelen met dit team? Snel. Snel, creatief. Ja. Geen setplays of wel situaties herkennen? Hoe zie jij dat? Dat blijft eigenlijk altijd hetzelfde. Het hangt een beetje van je team af, maar dit jaar denk ik dat heel snel heb. Nou, zoals altijd, veel druk oefenen op alle plekken eigenlijk. Veel pressie geven en waardoor je wil ten hoogste forceren bij allerlei tegenstanders. En kun je dat al spelen met dit team? Ja, dat wel. Vandaag wordt het misschien een beetje wat moeilijker omdat wij veel blessures hebben. Waardoor jij met 7 man moet spelen. Misschien 7,5. En dan is het rotaties wel belangrijk. Als je zo wil spelen, dan is het dat wel belangrijk. We zijn net begonnen. Ja. Nee, nog niet. En je hebt wat strubbelingen gehad in het begin met je guardpositie. Met Yvonne van Dalen, die wegging. Heeft dat nou een negatieve invloed op hoe je dat wil opbouwen? Nee, dat heeft alleen maar positieve invloed. En op een gegeven moment maak je keuzes. Ja. En dat doe je om iets goeds te bereiken, niet om iets slechts te bereiken. Dus ik denk dat heel positief is. Wat ook heel positief is, denk ik, is dat Tanja nu met jou meetraint en meespeelt. Natuurlijk, goede speelster erbij is altijd positief. Ze was vorige week heel belangrijk, in ieder geval in de scorers. Ja. Is zij ook belangrijk in het veld voor jou? Ze heeft meerdere kwaliteiten. Scoren is... Ja. Dat heeft ze goed gedaan afgelopen week. Maar ze heeft veel meer kwaliteit, onder andere hoe je met het team omgaat. Ze heeft natuurlijk veel meer ervaring. Ja. En daar gaat ze heel goed mee. Het is ook een tijdelijke oplossing, hè? Ja. Dat weet je nu al. Ja, dat wisten we van tevoren al. En dat is een keus die denk ik voor ons allebei goed is. Zij kan fit blijven en wij hebben een tijdelijke vervanger. Zodat we wat rustiger op zoek kunnen gaan naar een nieuwe speelster. En hoe staat jouw team er nu voor? Is iedereen fit of heb je blessure? Het wordt wel steeds fitter. Maar ja. Het is nog niet helemaal fit. Maar geen blessures? Nee, nou, Lisanne de Jonge, dat is de enige die nog een blessure heeft en die begint nu weer met trainen. Je hebt ondertussen een team wat landskampioen kan worden op de blessurebank zitten. Want als je die in het veld zou kunnen zetten, dan kan je er ook kampioen mee worden volgens mij. Ja, precies. Op dit moment is dat een beetje een probleempje, maar vooruitzichten zijn wel goed dat we volgende week waarschijnlijk wel met 10 man kunnen spelen. Dus nog deze week overbruggen en dan... Even adem inhouden en... Precies, ja. En dan volgende week denk ik dat we vrij compleet zijn. Het verschil met vorig jaar was wel, toen had je alle blessures op één positie en dat heb je nu niet, hè? Ja. Als het door de breedte in het team kan je dan nog wel beter te spelen. En wat je zegt, dus niet overal op dezelfde positie, maar dan wel een beetje verdeeld. Welke 7 kunnen er wel spelen nou? Nou, Molly, Ilana, Davy, Karin en Marloes gaan starten. Ja. En dan gaan we verder op de bank. Even bekijken wie ze daar. Kim moet het op de bank. Kim is een beetje ziek geweest, waar ze niet heeft getraind. Ja. En dan hebben we Romy nog op de bank. En de Melsa. Maar de Melsa is ook door enkel gegaan, dus dan moeten we wel kijken hoe dat gaat. Oké. Doelstellingen bij ProBuild is altijd landskampioenschap. Dat betekent ook dat, ondanks dat je maar met 7,5 man kan spelen, dat de druk er ook vandaag weer op staat. Nee, sowieso wil je er nooit verliezen. Dus dat wil je ook deze wedstrijd winnen. Alleen maar, vorig jaar hebben we ook al eens in competitie gewonnen. En dan de belangrijkste wedstrijd van het jaar hebben we wel verloren. Dus als we 1 keer of 2 keer ergens verliezen van zoveel, dan is dat wat minder van belang. Maar dat is er natuurlijk niet het uitgangspunt voor geen enkele wedstrijd. En je hebt ook een hele jonge speelster in je team zitten? Ja. Hoe oud is die? 12. 12? Ja. Dat is heel jong, dat moet een waanzinnig talent zijn. Wie is dat? Anne van Vlijen. En hoe doet hij mee bij jullie? Nou, volledig. Dus dat wil zeggen, ze speelt NBA 120. Ja. En bij ons als het uitkomt. En bij 120 zal ze nog genoeg progressie kunnen maken. Ja. Alleen het is toch makkelijker om in een dames 1 mee te gaan doen. Omdat het makkelijker speelt. Ja. Dus bepaalde facetten krijgt gewoon bij ons wel. Plus is dat ik vind dat als je een kampioenschap speelt, dat je niet met 5-6 speels moet kunnen spelen. Dus dan moet je in het begin van het seizoen gewoon zoveel mogelijk een aantal speelsters erbij krijgen die het niveau aankrijgen. Ja. Het is wel een heel ander seizoen voor jou volgens mij, want hiervoor was het opbouwen, je was eigenlijk ook heel vroeg al in de Eredivisie gekomen, maar dit jaar moet het gaan gebeuren volgens mij. Nee, op zich blijf je dezelfde weg doorgaan, ja. Alleen het niveau wordt als het goed is hoger. En de verwachtingen ook. Ja, en dat die kan jij namelijk niet controleren. Verwachtingen kan ik wel controleren, want daar heb ik niks mee. Oké. Dus daar heb ik geen last van. Alleen je doelstellingen pas je elke keer aan. Ja. Je doelstellingen
kampioenschap de doelstelling. Okay. En daar spelen we ook voor. Succes. Dankjewel. Hey Robin, gefeliciteerd. Overwinning op ProBuild. Je bent nu koploper in de Eredivisie. Nou, dat is ook wat je wilde, hè? Dat is waar je naartoe wil. Ja, wat voor wedstrijd was het volgens jou? Ik vond hem traag. Ik vond hem heel veel onderbrekingen waar ik niet gelukkig mee was. Ja. En ik vond niet dat we een hele goede wedstrijd gespeeld hebben. Nou, je wond je ook wel redelijk op, hè? Ja, tijdens de time-outs. Ja. Maar dit is niet de manier waarop je wedstrijden moet winnen. Nee. Daar, rebounding was ontzettend slecht op de belangrijke momenten. We hebben veel te veel penetraties weggegeven. Nou, weggegeven, toegelaten. Laat ik zo zeggen, dat is ook de kwaliteit van de tegenstander, maar ik vind dat we dat niet goed gedaan. Nou ja, wat je ziet is dat op het moment dat er gereboundd moet worden, dat mensen niet scherp zijn bij jullie. En daar zit het eigenlijk al in, hè? Dat klopt. Ja. En aanvallend is Tanja belangrijk. Ze penetreert. Ze gooit de bal weer naar buiten. Maar ja, de opvolging dan is niet altijd 100% volgens mij. Nee, maar dat heeft niet altijd te maken. De opvolging kan ook bij het begin liggen bij Tanja. Oké. Okay. Dat kan ook. Er zijn meerdere. Zowel verdedigend als aanvallend vond ik geen goede wedstrijd. Okay. Maar goed, het is wel een wedstrijd waarin ze laten zien hebben dat ze wel kunnen winnen. Dat is ook belangrijk. Ja, nou, je ziet dat in ieder geval dat er bij jullie ook een andere gemoedstoestand is van we kunnen winnen. En, ja, en we zijn er nog heel veel uit geweest, want we zijn heel veel geïrriteerd geweest. Yeah. Of nou de scheidsrechter is of op elkaar, en dat is niet goed. Nee. En, het is wel weer een stap verder. Oké. Okay. Hey, bedankt. Gefeliciteerd. Maar vanavond is wel veel minder gegaan. In de zin van onze open shots. Dat was ook te weinig open shots geweest. Ja. Maar benadrukt met de inside spel, wat wij hebben voordeel. Ja. Alleen nog hebben we dat helemaal niet gebruikt. Vorige week kwamen de berichten door van de aantal punten dat Tanja Breuring maakt. Hebben jullie je verdediging daarop aangepast? Kijk, wij hebben onze verdediging wel gesproken over die situatie. Dat Tanja is draaiende motor bij deze team. Ja. Van welke kant zou aanvallen en noem maar op. En dat ging niet zo verkeerd in bepaalde situaties. Maar het meeste wat is gebeurd in de laatste drie kwarten is offensive rebound voor tegenstander. Want wij waren weggeveegd van het veld. Yeah. En dat was het, en is die ook nu, hè, vraag naar, om van ons naar team en team samen te bespreken. Wat is aan de hand? Dat daar in onze, was onze voordeel, dat hebben wij dat weggegeven. En heb je er nou heel veel last van gehad dat je maar een hele kleine rotatie vanaf de bank had? Dat zeker. Dat je kan merken, op het moment draaien naar de naar bank. En dan moet je toch spelen met de spelers. Die zijn niet helemaal klaar. Qua blessure bedoel ik mee. En jij weet dat 2 of 3 minuten mogen ze niet meer, niet langer spelen. Maar ja, toch moet je doorzetten met die spelers. En dat is eigenlijk kern van die team. Dat willen ze bijten door. En dat is geweldig. Alleen dat moet terugzien ook in de resultaten op veld. Yeah. Niet alleen dat wij positief naar hun kijken, maar dat moet ook positief aan resultaat terugkomen. En wij zijn te laat, denk ik, in mijn beleving te laat gegaan met de agressiever in de defense.